Van Loco staan wij vandaag bij het Boerderijmuseum in Oldebroek. Boerderijmuseum De Bovenstreek. Dit is de jaarlijkse boerderijfair. Ik ga nu kijken bij het schapenscheren, wat ook een vast onderdeel is bij deze boerderijfair. Dus ga je mee? Meneer, dat lijkt me ontzettend een opluchting voor de schapen. Nou, dat denk ik niet. Niet? Waarom niet? Gewoon, nou is het heel warm. Ja. En ik laat me mijn toneuzen. Ja. Wordt nog wat gedaan. En dan verbrandt hij. Och, oh. En net als jouw huis. Ja. Dus het is echt bescherming voor hem. Ja. Tegen de warmte en tegen de kou. Ja. En Oh, nee, maar ja, dat is met alles zo. Leren we nog eens wat, hè? Ja. U bent dat filmen? Ja. Interessant? Ja. Wist u dat dit een bescherming is voor de warmte? Ik dacht, ze is wel lekker eraf. Ja, dat dacht ik ook. Ik had er bijna bij gezitten even. Ja, dat dacht ik ook. Ik denk, nou, dat is lekker. Even, ja, helaas. Het is warm weer, dus hij raakt lekker zijn vacht kwijt. Maar ze verbranden nu in de zon. Ja, zo leren we heel wat, hè, met deze, met deze fair. Ja. Je bent nooit te oud om te leren, hè? Normaal mag ik niet zeggen dat ik zit hier, maar ik kan u toch wel zeggen dat ik hier bijna bij bekende Nederlanders zit. Nou, we worden al heel vaak aangesproken, vooral van de laatste back and breakfast dat ze ons gezien hadden. En de meesten vonden ook een leuk programma. Ja, het is een heel lekker ontspannen programma. En ik zag dat er bij jullie in Staphorst de stippeltjestechniek. Wij noemen het stipwerk. Dat komt eigenlijk van onze mutsjes. En we hebben ook van zulke krabbelappen. Maar meestal hebben we ze tegenwoordig gewoon van stof. We doen alles met stempels. Met stempels? Het is niet met een soort spijker of zoiets, zag ik in het programma? Ja. Spijkers in kurk of in hout. En hele dunne spelden van beide. Ik moet jullie nadoen. Ik zit tussen twee accordeonisten in. Steirische harmonica. Harmonica? Wat is het verschil tussen een harmonica en een accordeon? Nou, als je de accordeon de ballig in en uit doet, dan is het precies hetzelfde geluid. En als je dat met een harmonica doet op een knop, dan heb je twee verschillende geluiden. Want het is een diatonisch instrument, dus er zitten twee tonen op één toets. En waarom een accordeon, of nee, een harmonica in plaats van een accordeon? Hier gebruik je toch best wel veel mensen mee. Makkelijk om mee te nemen. Ik heb zelf een accordeon en die is veel te zwaar. Ja. Maar dan heb je wel meer mogelijkheden. Heeft hij echt een knuffel nodig. Paardjes, Shetlanders zijn het? Ja, mini Shetlanders. Ja, en waarom staan jullie hier? Nou, dan kunnen de kindjes knuffelen. Knuffelen. En wat is daar zo fijn aan? Vinden de paarden het überhaupt fijn? Ja. Ja? Hoe weet je dat? Nou, deze houden wel van aandacht. Ja? Lekker knuffelen, lekker aandacht.
Ja, wij verkopen aardbeien. En ik doe het samen met mijn zwager. Ik doe dan dat houten spul, nestkastjes. En mijn zwager doet dan worst, aardbeien. Ja. Maar dan hoor ik altijd van Marco blijven. Wow, wat, ik hoor niks. Hey, aardbeien, lekker. Kom erbij. Lekkere aardbeien. Ik zie twee dametjes met hele mooie ballonnen. Ja, ik zie ze nou, ja, een beetje verlegen. Hoe vond je het vandaag hier? Leuk. Leuk of heel leuk? Heel leuk. Nou, applaus. Mooi.